Ze heeft een oorworm vast, Sabine Tiels. Als de dag weer nacht wordt, als ik dat één keer hoor, is het voor de hele dag. Mm-hmm. Niet voor de nacht, maar wel voor dat de dag. Dat is heel goed. Sabine, welkom bij ons. Hey, fantastisch. Ik ben blij dat ik hier mag zijn. Ja, wist je het meteen, want dit wordt een hit. Dat weet je nooit. Ik heb wel dat gevoel ooit gehad, heel lang geleden, met de trein. Want toen hebben ze mij proberen tegenhouden. Van, dat gaan we niet op het album zetten. Ik zeg, jawel, dat gaan we doen. Daar had ik echt dat gevoel. Maar bij deze is het echt, het verrast mij eigenlijk. Maar ik ben er wel natuurlijk heel blij mee. En mensen spreken me er heel vaak over aan. Ze vinden het blijkbaar ook wel een hele leuke tekst. Dus I go with the flow, Herbert. Ja, dat is duidelijk. Je zegt daar zelf trein en die trein bolt nog altijd. Ik hoor dat liedje nog elke week op de radio. Mm-hmm. We spreken over 1996. Klopt, ja. Dus... Hoe snel is dat allemaal gegaan voor jou? Goh, die bijna 30 jaar die zijn eigenlijk in de flits voorbij gegaan. Hè, onze business is wel zo'n beetje een business van hoogtes, laagtes. Ik zeg altijd, de muziekindustrie is een beetje gelijk een rollercoaster af en toe. Hè. Krijg je die kick van bovenop de heuvel en dan zoef terug naar onder. Maar ik ben wel heel blij dat ik al 30 jaar eigenlijk kan doen. Allee, bijna 30, wat ik ontzettend graag doe. En dat dat nog altijd mijn broodwinning is. Dus dat is iets om ontzettend dankbaar voor te zijn, toch wel. Het zal wel zijn. Ik ben blij dat je hier bent, want het is een rare dag, hè, 24 december. Straks komen we te weten wat Sabine vanavond zal doen, met of zonder etiketten. Dan heb je net gehad over etiketten. Ja. Oh my god. Geen smartphone op tafel, hè, Sabine? Nee, maar dat vind ik zelf ook niet leuk. Is echt? Nee. Ik kan ook me niet met jaar samen, als je berichtjes verwacht. Dan zit ik niet meer aan tafel, dan zit ik in de zetel. En ook over de nieuwe single, want die staat ook klaar. 2023 zit er bijna op en Sabine Tiels eindigt dat jaar met echt wel een oorworm van formaat. Hoe blik jij terug op 2023, muzikaal? Een heel fijn jaar geweest, absoluut. We hebben verschillende singles gehad die het eigenlijk wel heel goed gedaan hebben. De laatste misschien wel het beste. Dus die loopt nog altijd. Dus het is een beetje afwachten nu wat we daarna gaan doen. Heel veel optredens gedaan ook wel. En ook in deze kerstperiode. Ik heb de afgelopen 3 avonden nog op het podium gestaan. En 29 en 30 ga ik nog op het podium staan. Dus heel fijn. Muziek maken voor de mensen, muziek creëren, dat is het leukste wat er is. Hè. Mm-hmm. En de kerstperiode? Ja, dat is dit jaar extreem druk geweest. Maar na nieuwjaar ga ik met mijn gezin enkele dagen ertussenuit. Je mag 2 keer raden waar naartoe. Disneyland Parijs. Plopsaland, ging ik zeggen. Sorry, ik heb jou daar ooit daar ontmoet. Daar hebben we elkaar eens ontmoet, ja, dat klopt. Ja, naar Disneyland. Oh, tof. Ja, wij zijn pretpark-freaks, gelijk we zelf zeggen. En vooral Disney is toch wel door de jaren heen een bijzonder plaatsje in ons hart gaan innemen. Dus na de drukke periode gaan we eventjes uitblazen in Parijs. Je prikkelt mij. Waarom Disney? Waarom Disney? Ik vind Disney heeft buiten de fun factor ook een magische factor. En ik word altijd terug een beetje kind als ik in Disney rondloop. En dat is een heel fijn gevoel. Ik kan daar zo de dagelijkse beslommeringen vergeten. Het is een beetje een soort van droomwereld, perfecte wereld. Maar soms als ik daar Mickey Mouse zie zwaaien, dan denk ik, waarom kan eigenlijk niet heel de wereld zo zijn? Want uiteindelijk, wat zitten we toch te doen? Het is te gek voor woorden, hè? Dat er nu nog oorlogen kunnen zijn. In deze tijd, waar mensen toch eigenlijk weten dat geweld bestrijden met geweld, dat iets compleet nutteloos is. Mm-hmm. En dat die boodschap heeft Disney wel. Zo van, iedereen is part of the Disney family. Je ziet daar ook alle soorten mensen. En niemand oordeelt over iemand. Ik vind dat heel mooi. Het klinkt als een sprookje, Sabine. Ja. Hey? Ja. Dus Mickey Mouse is jouw favoriete? Mickey Mouse is voor mij een soort van Jezus. Echt waar. Ik vind, hij is zo'n figuur. Hij zou de Jezus van de pretparken kunnen zijn. En dan ga je kijken naar de voorstelling van Mickey Mouse. Absoluut. En de parades. Oh, heerlijk. Ja. Ja. En de attracties ook? Alles? Alles. Maar alles? Alles. Ook de heftige? Ja. Liefst de heftige eerst. Dus ja, mijn man en ik zijn ooit op reis geweest, gewoon in functie van rollercoasters. En hebben de hoogste rollercoaster ter wereld bezocht. Dat is wel een stuk minder nu. We zijn nu ondertussen 20 jaar verder. Nu ga ik daar 1 keer in. Toen zou ik daar 20 keer achter elkaar in gegaan zijn. Sabine Tiels gaat iets minder van de grond, anno 2024. Ja, letterlijk en figuurlijk misschien ook wel.
We hebben hier een Disney-freak in de studio. Sabine Tiels, zangeres, maar ook helemaal zot van Mickey Mouse. En zelfs met de bijhorende juwelen. Ja, ik ben daar een paar jaar geleden mee gestart. Dat was al heel lang zoiets. Het zijn bedeltjes van elke reis eigenlijk. Hè. Dus we gaan ook soms naar Cap Dumbo. Is een van mijn favoriete karakters. Vind ik heerlijk. Ja, Mickey en Minnie natuurlijk, het kasteel, 50 jaar Disney World, dat zijn zo allemaal herinneringen. Trouwens, mijn kerstboom die hangt ook vol Disneyballen. Is het echt? Ja, het is echt, het is wel redelijk extreem. Maar ik schaam me er ook niet voor. Soms heb je mensen die er wel wat mee lachen of mee spotten en dan heb ik altijd zoiets van, check it out yourself. En als je echt open bent, dan, ja, het raakt. Ofwel zij een steen. Als het niet raakt, zij een steen. Ja. En jouw mannen in huis gaan er helemaal in mee. Ja, die zijn eigenlijk even erg. Ja. Ja, ik hou van Buzz Lightyear. Ja, die is fantastisch. To infinity and beyond. Oh. Ja, ik ga mee. Zeg, de muziek 2024. Jij bent erbij op Oudejaarsavond hier. De show van de Loftrompetten in Vajamonde Oostende. Met een verrassing voor de kijker. Ja, een heel primeur voor Ment. Ja, want het is een nieuw nummer dat nog niet gereleased is. Wat het plan is ergens eind januari. Mm-hmm. Aangezien mijn huidige single het nog te goed doet om hem te vroeg los te laten. Maar de Ment-kijker krijgt alvast een voorsmaakje. En het is getiteld Woorden Genoeg. Ja. En kan je het een beetje toelichten met woorden? Woorden genoeg, ja. Het is eigenlijk een beetje een droever nummer. Ik zie in mijn omgeving vaak relaties toch wel op de klippen lopen. Bij vriendinnen, bij kennissen. Het is iets wat heel vaak voorkomt. Mensen die een beetje naast elkaar aan het doorleven zijn. En ontzettend pijnlijk. En al zo vaak ruzie gemaakt. Dat je op een gegeven moment eigenlijk denkt van, het heeft geen zin meer om er te veel woorden aan te verspillen. Het is wat het is en ik moet het hier loslaten. En dat gevoel, ja, dat is nu niet van toepassing op mezelf, maar ik zie dat wel heel vaak, eigenlijk te vaak gebeuren. En dat is eigenlijk een heel triest iets, maar tegelijkertijd ook wel iets moois, dat besef van, ik moet hier loslaten, want dit gevecht kan ik niet meer winnen. Mm-hmm. Dus niet zo fijn voor kerst, maar ik kan me voorstellen dat heel veel mensen thuis zitten en dat ze zeggen van dit herken ik helemaal. En kijk, je leven, dat leef je maar één keer. En soms moet je ook durven gewoon in het diepe springen en te zeggen van kijk, ik kan hier niet blijven rommelen en blijven vechten voor iets wat toch al een verloren strijd is. Mm-hmm. Dat zijn al mooie vooruitzichten voor 2024. Ik bedoel, een nieuwe single, Disney. Heb je nog meer plannen? Ja, nog heel veel nieuwe muziek maken en ik ga twee nieuwe tours doen. Eigenlijk eentje dit jaar. Ik ga Italiaans zingen, Herbert. Ze hebben mij gevraagd voor het Bella Italia project. En ik herinnerde mij toen plots dat ik vroeger vergeleken werd met Laura Pausini. Zal wel zijn. Ik heb het jou ooit nog gezegd. De Vlaamse Laura Pausini. Ik heb dat ook veel gezongen vroeger. Ik heb ook in mijn klassieke zangopleiding veel Italiaanse aria's gezongen. Maar ik spreek geen Italiaans. Maar naar het schijnt is mijn uitspraak wel best oké. Okay. Het is allemaal met de R. Hè? Strani amore. Mm. Maar ik heb er heel veel zin in. Ik ga dat samen doen met Jeroen Leenaerts, acteur uit Thuis. Mm-hmm. Dat is ook een beetje een verrassing voor mij, want die heeft blijkbaar een klassieke opleiding achter de rug. Dus die zou een soort van Pavarotti kunnen neerzetten. Dus ik ben echt wel heel erg benieuwd wat dat gaat brengen. De repetities starten trouwens in januari. En daar gaan jullie dan de zalen mee in met zo'n programma? Ja, dat gaat voor de theaters zijn. Dat is natuurlijk nog heel veel voorbereiding. En in september, in het najaar pas, gaan we daarmee de cc's veroveren. Hopelijk. Heel tof, Sabine. Ik wens jou een fantastisch 2024. Dank je wel. En de groeten aan Mickey Mouse. Dat doe ik zeker en vast. En je bent altijd welkom om mee te komen. Hè? Oeh.